Welkom terug op het Fashionista YouTube kanaal. Mijn naam is Lien en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En in deze video laat ik jullie de leukste en eigenlijk ook budgetproof gadgets zien voor het EK dat er aankomt en voor onze Rode Duivels te supporteren natuurlijk. En die ga ik dus vandaag aan jullie laten zien. Ik ben vooral op zoek gegaan naar draagbare gadgets, want ik ben niet zo van de zotte pruiken en zonnebrillen en hoeden en zo. Dus ik ben echt op zoek gegaan naar dingen, zo leuke details die je kan toevoegen aan je outfit, om toch te laten zien dat je de Rode Duivels steunt. Mijn allereerste gadget is een heel obvious gadget, dat is namelijk rode nagellak. Ik had ook bijvoorbeeld de zwarte en gele nagellak kunnen doen en dan je nagels in de drie kleuren lakken. Maar ik vind rode nagellak, rood is toch de hoofdkleur van onze Rode Duivels, obviously. En daarom zou ik mijn nagels moeten rood lakken tijdens het EK. Een andere trend die de laatste tijd ook super hip is, dat zijn de bandana's. En ik heb deze gekocht bij Zeeman voor 2 euro en er zitten er 2 in. Er staat op het zakdoek, maar als je naar het puntje kijkt, dan weet je dat het een bandana is. En die kan je echt super leuk combineren nu. Allereerst kan je de bandana oprollen en rond je nek knopen. Dat is de laatste tijd heel erg in. Als tweede kan je hem ook weer oprollen, maar dit keer rond je hoofd knopen en een leuke dot maken. En dat staat ook weer heel erg leuk. Ik heb een video op het Fashionista YouTube kanaal gemaakt, waarin ik een jeansjasje opleuk met verschillende patches en ook espadrilles. Als je die nog eens wilt zien, ik zal het linkje hieronder achterlaten. Maar bij Veritas kom je ook deze leuke patches tegen. Speciaal voor het EK ontworpen. Bijvoorbeeld deze is vol met bandjes en dat staat op kool en ook weer in de drie kleuren van ons land. En dan heb ik hier nog deze twee, een voetbal en een hartje in de drie kleuren. En dan ook nog deze, ook met bandjes en hierop staat go, go, go. En dan kocht ik weer hetzelfde jeansjasje als uit de vorige video met de bandjes van bij Zeeman, ook weer 15 euro. En die ga ik hierop aanbrengen. Want de prijzen van alles trouwens zijn van deze grote was 10 euro, van die twee kleintjes was 3 euro en van deze was 7 euro van die GoGoGo. Ik ga de patch op het jeansjasje strijken en op de gebruiksaanwijzing stond dat ik er best een katoenen doek over leg, zodat ik de pailletjes niet beschadig. En om de patch op de mouw te strijken gebruik ik weer mijn vertrouwde mouwplankje. En voilà, dan is dit het resultaat. Ik vind het er best stoer uitzien met alle patches, maar toch heel erg girly door de pailletjes. Dan zag ik ook deze leuke pet. En de laatste tijd is het zo heel erg in van deze modellen petten van Nike of van Adidas of zo. En ik zag deze bij Zeeman. En ik vond deze wel heel erg leuk. En ook de prijs hiervan was super weinig, het was 2 euro. En dan dacht ik van ja, als het toch in is van zo van die petten van Nike en van Adidas te dragen, dacht ik van waarom niet deze? Bijvoorbeeld, ik kan een hele simpele outfit hebben, gewoon zwart jurkje of gewoon helemaal all black. En dan deze pet. En dan vind ik het toch wel nog heel erg stoer en tof. Dan kocht ik ook deze leuke kousjes en deze leken me heel erg leuk. Om bijvoorbeeld in je Adidas Superstars te dragen. En dan met deze daarin, die daar zo op boven komen met een leuk shortje. En dan heb je ook weer een leuk detail, maar hoef je ook weer niet all out te gaan. En deze kocht ik, als ik al gezegd, bij Zeeman. En deze waren 1,30 euro. En als je een stapje verder wil gaan, verkopen ze ook deze hele leuke voetbalstokken bij Veritas. En je hebt deze ook in het geel en in het rood. En misschien voor het zwarte versje, omdat je deze toch wel. Bijvoorbeeld buiten het EK ook wel een draagbaar vindt. En deze kan je ook weer heel erg leuk combineren met een paar sneakers en een shortje. Als het goed weer is, hopelijk, maar fingers crossed dat het goed weer zal zijn. En deze waren 5 euro. En last but not least is het heel erg in de dag van vandaag om je sneakers te customizen met van alles en nog wat. En ik heb hier een paar witte sneakers en die heb ik gecustomized met van alle leuke spulletjes. En dat ga ik nu aan jullie laten zien. Ik heb ervoor gekozen om mijn sneakers op te leuken met pomponnetjes. Aan deze pomponnetjes zit een ringetje en dat ringetje heb ik opengedaan met een schaar. En vervolgens heb ik dan de veter ertussen gedaan en het ringetje weer toegeknepen.
Zie hier het resultaat. Ik heb ervoor gekozen om gele en rode pomponnetjes te gebruiken, omdat er al zwart in mijn sneakers zit. Video van vandaag. Doe zeker een duimpje omhoog als jullie het een leuke video vonden. Doe ook zeker een duimpje omhoog als jij alvast kijkt naar het EK. En laat hieronder in de comments weten of jij soms nog andere tips hebt voor leuke gadgets. Vergeet je ook niet te abonneren op het Fashionista YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van alle leuke nieuwe filmpjes. En moest je een van deze gadgets gaan halen of als je nog andere leuke gadgets hebt, dan kan zeker op Instagram of op Twitter. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug in een nieuwe video. Bye bye!